Kijk, dat is een ouwe. Dirk, vertel, wat doe jij? Nou, ik raap zwerfafval op, maar ik doe ook vooral onderzoek naar zwerfafval. Ik leg alles vast wat ik opraap. En dan weet ik hoeveel ik vind, waar ik vind, welke merken en hoeveel per kilometer, et cetera. En dan kan ik allerlei grafieken en rapporten maken. Zeker omdat ik het al jaren doe, kan ik zien wat de ontwikkelingen zijn. En daarmee probeer ik ook de politiek te bestoken en bedrijven en zo, om ze te laten veranderen. Zwerfafval is op zich al een probleem dat iedereen kent. Door het plastic is het een groot wereldnatuurprobleem geworden. En zwerfafval gaan we niet oplossen, maar we kunnen het wel minder maken en minder schadelijk. En daar ben ik mee bezig. Ik vind steeds meer kartonnen deksels. Dat komt door die plastic maatregelen. Ja. En dit is er eentje met statiegeld. Alleen die... Maar die lijkt wel heel erg gedeukt. Die is zo beschadigd, waarschijnlijk ook wat maaien en zo. Die kan ik in ieder geval niet voor geld inleveren. Statiegeld werkt heel goed. 70% minder flesjes en ook nu al bijna 70% minder blikjes. En wat ik nog vind is oud of beschadigd of zit geen statiegeld op. En ik zie ook in mijn data dat het aandeel plastic is gedaald van 60% naar 45%. En dat is voor de natuur goed nieuws natuurlijk. Maar doe je het ook een beetje voor het geld eigenlijk? Want je kunt er best wel wat aan verdienen, denk ik. Nou, dat statiegeld rapen doe ik niet voor het geld. Ik denk als ik 's morgens vroeg ga misschien wel een paar tientjes. Maar als ik nu ga, het is nu 12 uur. Ja. €2 of zo. Hé, hey, maar ik heb nog niks gezien waar echt statiegeld op zit. Nee, klopt. Ik heb nog geen blikjes vlees gezien. Nee. Maar ja, die zijn dus of niet weggegooid omdat er statiegeld op zit, of al opgeruimd door iemand anders. Oh, kijk je uit. Je hebt natuurlijk ook mensen die echt in prullenbakken kijken, zoeken naar statiegeld, blikjes of flesjes. Doe jij dat ook? Alleen als ze bovenop liggen, dan neem ik ze wel eens mee. Ik ga er niet heel in graaien. Zo erg is het ook weer niet. Nee, zo behoeftig ben ik dan ook weer niet. Maar goed, als het voor het grijpen ligt, dan neem ik het mee. Dat is dan allemaal geld. Is het niet ook een beetje viezig? Nee. Nee, dat valt hartstikke mee. Bij droog weer is het niet vies, maar ik heb een grijper en een mand. Ik doe het niet met mijn blote handen. Mm-hmm. Heel veel mensen zeggen, het is toch vies? Totdat ze €5 op straat zien liggen. Dan is het opeens niet meer vies. Terwijl geld van zichzelf al vies is. Ik kan mijn handen wassen en ik ben gewend aan een beetje viezigheid. Het is goed voor je weerstand. Wat vinden anderen ervan dat je dit doet? Nou, mensen vinden het inmiddels heel normaal. Dat ik begon, kreeg ik wel eens een rare opmerking. Van heb je een taakstraf of zo? Maar tegenwoordig, je krijgt zoveel duimen. Mensen roepen uit auto's. Ze vinden het allemaal tof. Dit is een heel bijzondere. Dit is een statiegeldbeker van McDonald's. Dus dat weten nog niet veel mensen. Maar hier krijg je gewoon €1 van voor terug. Kaching? Ja, dit is kaching, ja. Wat ga je doen met die euro? Ja, hij gaat gewoon thuis in de mand. En ik woon vlak bij McDonald's en die kinderen mogen het inleveren. En dat gaat in een spaarpot van de kinderen. En die kopen er een Lego van en zo. Dus Kijk, iedereen blij. Weer schone wereld, blije kinderen. Dirk, wat is de opbrengst? €1, de staatsschatbeker van McDonald's. En die staatsschatblikjes die ik vond, die waren allemaal te beschadigd. Mm-hmm. Dus maar deze, die euro is natuurlijk helemaal top.